GHB-verslaafde criminelen moeten op tijd een shotje krijgen. En als dat niet gebeurt, kunnen ze in de cel zelfs overlijden. Medewerkers van verslavingsinstituut Novedecentron houden de verdachte met een videoverbinding in de gaten. Verslavingsartsen zorgen ervoor dat de verdachte genoeg GHB binnenkrijgt. De GHB-cel heeft nog een extra camera. Die staat in verbinding met Novedecentron. Op het moment dat er, en dat is ook gebeurd in de omgeving van Breda, dat mensen op heterdaad worden aangehouden in verband met woninginbraak, dat je ze eigenlijk al na een uur moet laten gaan, omdat ze binnen de twee uur de nieuwe shot GHB nodig hadden. Dat is behoorlijk frustrerend, dat je mensen die hebben ingebroken eigenlijk per direct weer de straat op moet sturen. Het is dus goed dat we nu faciliteiten hebben dat mensen niet meer hoeven worden vrijgelaten als ze worden verdacht van een ernstig strafbaar feit. De cel in Breda is nog maar een proef, maar het is niet voor niets in Breda. In West-Brabant zitten vooral GHB-verslaafde hangjongeren. Het zijn met name jonge verdachten die hier worden binnengebracht. Dus dat spreken we over de leeftijd van 15 tot 30 jaar zo ongeveer. Nou, problemen spelen eigenlijk op twee plaatsen echt expliciet in Nederland. Ten westen van Breda en in Twente. Dat is heel bijzonder, maar op die twee plaatsen speelt het met Nederland meer dan elders. Ik denk dat we even het onderzoek van het WODC, het wetenschappelijk onderzoek documentatiecentrum van het ministerie, moeten afwachten. Dat is in september klaar en dan kunnen we gaan beoordelen of we het over heel Nederland zo uitrollen. De kosten voor de speciale GHB-cel liggen er niet om. Per verdachte kost deze cel bijna 3000 euro meer.